Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 28 december. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is echt donker. Het regent heel erg. Eerst je iPhone ontgrendelen. Ik vroeg jou niks, Siri. Ik heb ook een beetje last van mijn keel en zo. Ik ben aan het hoesten. Ik ben wat verkouden. Hoe ik het weer opgelopen heb, Joost mag het weten, want ik weet het niet. Maar goed, ik heb er een beetje last van. Ik heb gisteravond gekeken naar Zeeman Confronteert. Dit was geen herhaling. Dit ging over een man die zou financiën beheren voor diverse mensen die dus problemen hadden met schulden. Maar in feite dat die schulden opgelost werden, heeft hij gewoon die mensen nog meer de shit ingeduwd. Hij scheen, als ik hem zo, ja, ik kon hem niet echt zien, want hij was natuurlijk geblurred. Hij leek ook wel wat op leeftijd, maar dat weet ik dus niet 100% zeker. Hij moest volgens mij ook al voor de rechter komen. Zeeman heeft hem geconfronteerd en hij zou het gaan oplossen met die mensen. Maar die mensen hebben natuurlijk nooit meer wat van hem gehoord. Hij scheen ook dan te vragen van, joh, mag ik wat geld van je lenen? Krijg je het volgende week weer terug? En dan krijg je €250 bovenop. Nou ja, die mensen hebben dit nooit het geld meer gezien. Dus dat was heel raar. Ik heb daarna nog een stukje van de Alleskunner Vips gezien. Maar ik heb het nog steeds niet af, want het duurde best wel lang. Ik ben eindelijk weer, ik ben heel druk bezig geweest. Ik heb namelijk de boekenvideo heb ik nog even geëdit en online gezet. Want die wilde ik gisteren ook online hebben. Maar doordat maandag de laptop het niet deed, ging dat natuurlijk niet. Ik heb die blogpost geschreven, ik heb mijn vlog afgemaakt en ik heb nog foto's bewerkt. Maar die zijn nog niet helemaal af, maar dat kan ik vanavond mooi doen. Toen moest ook even een nieuwe gemaakt worden, die vond ik niet zo mooi. Dus dat is allemaal wel weer gelukt. Ik had nog een kerstkaart binnengekregen. Ik zal hem even pakken, die kan ik morgen even ophangen. Deze hele leuke met een poes erop, die was van Yvonne. Yvonne kijkt altijd mijn vlogs, dus die kwam nu binnen. Dus ja, super leuk. Dus die gaat zometeen nog even opgehangen worden. Ik heb de folders gehad, zowaar. Ik had natuurlijk een paar keer al klachten ingediend dat ik ze nu had gehad. Daar hadden ze ook op een gegeven moment op gereageerd dat het zo vervelend was dat ze het gingen oppakken. En nu zaten ze in de bus, dus die kan ik vanavond nog even doorspitten, want ik ga natuurlijk morgen weer boodschappen doen. Net kwam er even een foto binnen van oma, daar was ik wel heel blij mee. Ik heb het nog niet in de vlog verteld, maar ik kreeg maandagavond te horen dat mijn oma longontsteking heeft. Ze had het heel erg benauwd. Ze heeft blijkbaar ook even aan het zuurstof gezeten. En ze geven er nu 's nachts ook extra vocht. Want het drinken, dat gaat gewoon niet zo goed bij mijn oma. Het drinken, dat vindt zij heel lastig. Ze kan er zelf ook niet bij. Ze heeft de afgelopen dagen in bed gelegen. Dus dan moet haar drinken aangeboden worden. Dus of door de verpleging of door degene die bij haar op bezoek is. Ze hebben op een gegeven moment ook gezegd van, nou geef ze maar gewoon water. Want dat dronk ze thuis ook altijd. En nu zat ze weer op de stoel op de foto en had ze een beker in de hand. Dus was ze weer lekker aan het drinken. Dus dat was wel heel fijn. Mijn moeder zei dat ze er echt beter uitzag. Dus ik heb gewoon goede hoop dat de medicatie zijn werk doet. Als ze er alweer zo beter uitzag, dan is dat natuurlijk heel fijn. Dus dat is heel, heel fijn. Ik heb verder gisteren Emily in Paris gekeken, maar dat schiet ook alweer op. Daar ben je zo doorheen. En daarna even Dr. Tinus. Dus dat was fijn. Ik ga zo meteen eventjes lekker de boel doen. Want het ruikt hier nog wel heel erg naar het fondue. Dus ik ga ook eventjes de kleden lekker wassen. En sowieso even een was aanzetten. Ik kan eventjes de oplader moet ik eventjes inpakken van Bol. Want ik had gisteravond dus even contact gehad met bol.com. Om aan te geven dat het contact wat er is geweest met de verkopende partij, dat ik hem terug kon sturen, maar ik kon zelf die retour niet meer aanmelden, want hij was eigenlijk te laat om te retourneren. En toen hebben hun dat eventjes voor mij gedaan, dus dat is ook mooi, dus je kan ingepakt worden. Dan ga ik daarna nog even wat doen in mijn mus, maar eerst om het maar eventjes lekker hier de boel doen. Dus ja, genoeg weer gebeurd. Ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag, dus tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
alles is weer lekker schoon. Ik heb het nu een beetje heel koud, maar dat komt wel goed. Alles is in ieder geval weer goed gedaan. Ik heb ook het idee dat de geur al gelijk een stuk minder is, omdat je hebt gedweld en zo. Ik heb die kleding natuurlijk in de wasmachine zitten. Ik denk dat die al wel bijna klaar is, hoor, die was. Ik kan even het spul wat in de droger moet, de droger in. Dan heb ik het eigenlijk allemaal wel weer lekker aan kant. Ik heb nog even heerlijk in mijn mus zitten werken. Ik heb best wel eventjes veel gedaan. Dat was wel fijn. Ik had nu eventjes in één keer heel veel inspiratie. Daar moet ik dan even gebruik van maken. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Katjes hebben nu net lekker hun zachte voer op. Ligt daar? Oh ja, ik zie iets liggen op het dressoir. Maar dat is mijn iPod. Ja, wel lekker gevoel dat alles weer even lekker gedaan is en lekker gedweld en zo. Pakketje staat klaar, dus die kan morgen ook mooi mee. Dat is top. Ze worden niet heel handig verpakt, want het retourneren wordt dan wel lastig. Dus je moet echt heel voorzichtig openmaken, maar ik heb hem eigenlijk wel een beetje redelijk kunnen inpakken. Dus dat is prima. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen en eten. Je hebt vanavond niet heel veel televisie, dus ik denk dat het iets terugkijken wordt. Want ja, eigenlijk wat erop is, dat wekt mijn interesse niet heel erg. Dus ik moet maar even kijken wat het is. Maar ik heb nog wel wat dingen staan die ik kan terugkijken. Ik heb nog wel de Alles Kunnen Vips die ik even af kan kijken. Ik kan nog eventjes een 5 Days Inside kijken, maar ik kan ook Nieuw Amsterdam kijken. Ga ik even over nadenken. Dat weet ik nog niet. Ik ga sowieso vanavond even de rest van de foto's afmaken. Zodat ik daar een blogpost van kan schrijven. Dan ga ik eventjes een thumbnail maken voor de vlog. Dan ga ik weer Emily en Paris kijken. En Dr. Tinus. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga even wachten tot het wasje klaar is. Zodat ik die nog even kan verwerken. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 29 december. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Dus ik kan zo nog even de stofzuiger er doorheen trekken en dan ben ik verder klaar. Gisteravond heb ik naar Goede Tijden gekeken. Die waren al helemaal in de oude nieuwstemming, want die waren echt zo aan het aftellen naar het nieuwe jaar. Dat is best wel gek, omdat je dan vanavond nog hebt. Dus ja. Die zitten gewoon dan al in het nieuwe jaar, terwijl je het zelf dan nog voor de boeg hebt, zeg maar. Dus ja, dat. Daarna heb ik de documentaire van Freddy een stuk gekeken. Vind ik altijd wel interessant. Ik hou wel van dat soort documentaires. Ja, heb ik al wel vaker verteld. Dus vond ik wel interessant. Toen heb ik even de Alles Kunnen Vips afgekeken. Vond ik wel leuk, degene die dit eigenlijk gewonnen had. Dus dat was wel leuk, maar het duurde dus best wel lang. Ik heb het koud. Even kijken hoe warm het is hier. Oh, 17 graden. Nou, zo voelt het niet. Dus dat gedaan. Ik heb nog even gegamed. Ging niet zo heel fantastisch. Daarna ben ik de laatste foto's even gaan bewerken. En heb ik de blogpost in elkaar gezet. En de video die heb ik geüpload. Althans de vlog en ook de thumbnail had ik nog even gemaakt. Dus dat was verder allemaal prima. Toen heb ik Emily in Paris gekeken. Volgens mij heb ik nog 2 afleveringen. En dan is het ook weer klaar. En nog even Dr. Tinus. Dus ja, was op zich wel leuk. Maar nog steeds wel dat ik nog wel een beetje moe ben, zeg maar. Gewoon na de hele kerst en zo. Maar dat komt vanzelf wel goed. Dus ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken. Ik ga jullie nog wel eventjes meenemen naar de winkel. Dus dat is voor nu eventjes wat ik ga doen. Dus ja, ik zie jullie dan sowieso weer als ik terug ben van het boodschappen doen.
Zo, ik ben terug van de boodschap. Ik ga er even bij zitten. De katten hebben net eten gehad. Ik heb een nieuwe zorgverzekering afgesloten. Dus dat is ook weer gelukt. Dus dat is heel fijn. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb opbergbox gekocht voor de kerstballen. Die waren nu bij de Aldi. Ik heb er 2, want ik wist dus niet of ik er een eentje genoeg zou hebben. Omdat er ook dus van die dingen in zitten. Mocht ik er nou gewoon een 1 genoeg hebben, kan er altijd nog weer eentje terug natuurlijk. Want ik heb de bon gewoon. Verder heb ik oliebollenmix. Chocomel. Slavinken. En gehakt. Ik heb mini snacks. Die wilde ik bij de Aldi halen. Die waren uitverkocht. Dus ik had ze nu op de app van Lidl. Volgens mijn moeder zijn deze wel minder lekker. Maar ik ga het wel proberen. Dus ik moet het maar zien. Ik heb nog een nieuwe douchegordijn meegenomen. Als ik die dan wil, kan ik ze ook gewoon eens een keer afwisselen. Ik vond deze wel heel leuk met dat marmer. Een setje warme sokken. Dan hebben we hier spekjes. Even een andere tas pakken. Oud. Ja, kinderchampagne. Nee, vind ik gewoon altijd heel lekker spul met oud en nieuw. Zal het in de supermarkt niet. Dus deze komt bij de HEMA vandaan. Ik had dus heel veel punten. Dus ik heb een gratis muts. Ik heb punten ingeleverd voor een muts. Ik heb nu een tophoesmuts. Staat het me? Oh ja. Ja. Ja, kan wel. Dik prima. Voor straks nog een snitseltje. Toch wel even kattenvoer. Ik heb de Latte Macchiato snoepjes eindelijk gevonden. Ik keek dus gewoon verkeerd. Die heb ik bij de Aldi. Die had mijn vader toen ik in de auto. Die waren zo lekker. Dus ik heb ze nu meegenomen. Dan hebben we figuurvermicelli. Zaterdag maak ik soep. Een zakje met aardappelschijfjes. Natuurlijk poedersuiker. Want oliebollen zonder poedersuiker is niet fijn. Mix. Boontjes. En 2 keer soepballetjes. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ben op dit moment de vlog opnieuw aan het uploaden. Want ik kreeg gelukkig alweer een Instagram bericht van. Hey, is er geen nieuwe vlog? Ja, er was zeker een nieuwe vlog. Maar doordat mijn laptop het niet meer al te best doet, heeft hij het uploaden gestaakt met 82%. En heb ik de laptop gisteravond uitgezet. En deed hij het niet meer. Dus... die wordt op dit moment opnieuw geüpload. Hij zit nu op 25%. Duurt nog een kwartier, zegt hij. Dus ik laat hem nu gewoon aanstaan. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik de BNB Vol Liefde de aftrap. Wel zin in. Ik wil nog even een spelletje doen. Ik ga foto's bewerken. En de laptop proberen een beetje al mijn videoproducten even veilig te stellen. Want stel dat hij het... vandaag of morgen een keer begeef. Dan heb ik in ieder geval alles safe op schijf. Maar goed, de vlog komt er dus aan. Ik ga jullie morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 30 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. Want ik wilde graag mijn oogschaduwpaletten uittesten. En dat heb ik dus net al eventjes opgenomen. Ik heb echt vreselijk geslapen. Ik voel me echt een beetje zombieachtig. Nu er wat make-up op zit, heb ik zoiets van, nou, het is wel weer oké. Okay, maar ik voel, ik werd wakker van boren. Iemand was aan het boren. Maar ze waren dus aan het boren en ik hoorde echt boven mij letterlijk dat boorsel vallen. Dus net of het op mijn zolder terecht kwam of op mijn dak. Het was zo vreemd. En ik wist natuurlijk niet wat ze aan het doen waren. Het was voor mij doen ook nog best wel vroeg dat ze dat deden. Maar oké, dat is prima. Want het is, ja, dat kan gewoon. Dus ik ben uiteindelijk nog wel weer even in slaap gevallen. Maar toen ben ik heel raar gaan dromen. De video die ik op wilde nemen, dat ging helemaal niet goed. En ja, ik weet het allemaal niet. En ik krijg er gewoon een beetje van die nare gedachten in mijn hoofd. Omdat je nu bijvoorbeeld hoort dat sommige mensen die gaan zelf bijvoorbeeld een beetje aan hun ketel prutsen. En... voor de energierekening en dat is wel, het is al een keertje misgegaan, was op het nieuws dat er dus brand was uitgebroken en dan ben ik gewoon bang dat iemand dat aan het doen is met dat boren en dat dan je huis in de fik vliegt, dus ik werd er heel onrustig van. Dus ja, dat was niet heel fijn. Ik heb aan de binnenkant van mijn lip heb ik een bultje en daar heb ik dus gisteravond blijkbaar op zitten bijten, dus die sprong kapot, dus ik weet ook niet wat het is. Die doet ook een beetje zeer, maar ik heb wel het idee dat die wat geslonken is. Toen kwam ik boven om kleding te pakken. Toen zag ik dat
het hanggedeelte naar beneden was komen zeilen. Dus dat moet ik ook weer terug eventjes ophangen. Dus ja, dat was allemaal even niet zo heel erg fijn. Maar goed, ja, het is even niet anders. Ik heb gisteravond gekeken naar de aftrap van de BNB Vol Liefde. Op zich wel leuk, er zitten op zich wel kandidaten bij waar ik denk, nou, dat kan best leuk worden. Er zaten ook mensen bij waarvan ik dacht van, waarom doe jij mee? Maar goed, het is meestal, als je eenmaal gaat kijken, is het hartstikke leuk. En soms kom je erachter dat mensen dan heel anders zijn dan dat ze in zo'n eerste filmpje zich voordoen. Of soms vallen ze juist super tegen. Maar het was op zich wel leuk, dus ik ben wel benieuwd weer als het nieuwe seizoen van start gaat. Maar dat duurt nog heel lang, want het is pas weer van de zomer. Ik heb nog eventjes Splatoon gedaan, dat ging op zich wel lekker. Ik heb er even 2 levels gehaald, dus dat was wel fijn. Ik heb de foto's bewerkt. Ik moet nog even 1 nieuwe maken, zit ik me te bedenken, want die was niet goed. Maar dat komt wel. Ik heb nog alvast een preview online gezet van de nieuwe collectie. Die komt zondag online. Maar ingepland moet ik dan zeggen. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. Daar heb ik vanavond al de laatste van. En daarna Dr. Tinus. En dat is het ook. En ik had het ook zo warm met slapen vannacht. Want ik heb nu natuurlijk dat dikke dekbed erop. Maar de temperaturen zijn niet meer zo hoog. Dus ik heb echt gewoon, of laag moet ik zeggen. De temperaturen zijn vrij hoog. Ik heb gewoon eigenlijk bijna weer het gevoel om die andere te pakken. Maar ja, als de temperaturen dan weer laag worden, dan blijf je zo stuivertje wisselen. Dus daar heb ik ook niet veel zin in. Maar goed, wat heb ik vandaag op de planning? Ik moet even stofzuigen, kattenbakken scheppen. De boodschappen moeten naar boven. Ik moet eventjes was opvouwen. Ik heb een vest, daar is het koord uit de capuchon. Die wil ik er even proberen weer in te doen. Toen kan die ook weer terug. Ja, ik kan nu de kast niet, want dat moet ik nog opruimen. Dus eigenlijk is het een beetje rommelen. Dus ik ga jullie gewoon proberen mee te nemen. Ik weet niet of het heel interessant wordt vandaag, want het zal vooral een dagje wasdingen worden. Ik wil eigenlijk nog wel even de screen protector op die speaker plakken. Maar ik weet niet of ik jullie daar goed bij kan zetten. Maar goed, dat ga ik wel even zien. Ik ga eerst even het statief opruimen en de stofzuiger er doorheen trekken. En dan neem ik jullie gezellig mee. Zit erop, maar ik ben niet helemaal tevreden, want hij zit niet super netjes, maar beter dan dit kreeg ik hem niet. Maar hij is in ieder geval beschermd, dat is top. Nou, ik heb wat ik wilde doen gedaan. Koord zit weer door mijn vest heen. Ging uiteindelijk makkelijker dan gedacht. Was is opgevouwen, ligt al boven. Plakkertje zit op de speaker. Dat is verder allemaal prima. Met mijn duim met Peter ging het eventjes niet helemaal lekker. Die lamp die klemt niet heel makkelijk om deze tafel heen. Dat ligt gewoon aan die tafel. Ze hadden er ook een op een standaard. Maar die kwam eigenlijk heel slecht uit de reviews. Dat die heel wazig scheen te zijn ook. En deze is verder. Deze kwam er veel beter uit. Maar goed, daar moet ik even wat voor bedenken. Dat hij in ieder geval wel goed, goed kan klemmen. En dat zal uiteraard ook boven denk ik beter gaan dan hier. Maar ik merkte wel dat het me niet helemaal mijn dag was. Ik, dingen mislukken, dan lukt het even niet zoals ik het wil. Nee, ik
ik heb het niet zo naar mijn zin vandaag. Zal straks vast wel goed komen. Ik merk ook gewoon dat ik moe ben. Van het slechte slapen. Ik word daar een beetje prikkelbaar van. En ja, gewoon. Het is allemaal even niet wat ik wil. Ik ga in ieder geval straks de nagellak eraf halen. Want ik wil voor oud en nieuw eigenlijk nog wel eventjes een glitterkleurtje erop knallen. Ik ga vanavond de finale van The Masked Singer kijken. Daar was ik ook helemaal mee in de war. Want ik had eigenlijk gedacht dat de mensen van die het nu nog over waren, dus door zouden gaan naar de oud en nieuw uitzending. Maar we hebben dus gewoon twee keer de Masked Singer dit weekend. Had ik even niet helemaal bij stilgestaan. Dus vanavond de finale. Ik ben wel reuze benieuwd wie nou die tijger is. Nou, ik wil sowieso nog even Fortnite doen. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer Emily in Paris kijken, de laatste. En dan ga ik verder met Sleepers. Dus dat wordt het ook wel. Ik hoop in ieder geval dat het straks even wat beter gaat. Want ik ben nou eventjes... Nee, het is nou even allemaal niet zo heel fijn. Maar dat komt vast wel weer goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Want ik ben gewoon niet de allervrolijkste vandaag. Dus bij deze, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 31 december. Oftewel de laatste dag van het jaar. Ik ben klaargemaakt. We hebben niet het allermooiste weer. Voor de vuurwerkliefhebbers, het regent, het waait. De wind die zal de loop van de dag alleen maar toenemen. En ik zie de regen ook niet snel stoppen, want het is echt een grijze dag. Voor zover ik nu hoor, gaat het vuurwerk goed, want er wordt gewoon afgestoken. Ik hoor de knallen afgaan. Maar voor vannacht hou ik mijn hart wel vast dat er misschien toch wel, ja, ook wel wat ongelukken zullen gebeuren. Ook door mede vanwege het weer. Ik weet dat ze in Den Haag gisteren al de vreugdevuren hebben gedaan. Dat is dat, ja, god. Ik zit even te denken hoe dat ook weer heet. Dat is dat dorp boven Ervendoris is er een paar jaar geleden ook een keertje geweest. Die had daar zo'n programma. Wat Duindorp is, dat weet ik niet precies. Maar ik herkende die man nog, zeg maar, van uit het programma van Bo. Die was daar ook een beetje die leider. Maar goed, ze hebben daar de vreugdevuren dus al aangestoken. Omdat ze dus bang waren dat het misschien vandaag niet zou kunnen. Omdat het inderdaad het weer niet heel positief was. Maar we gaan het wel zien. Ik heb gisteravond de Masked Singer gekeken. En jongens, ik was zo verbaasd. Op een gegeven moment, ik had bij de Flamingo. Die wist ik eigenlijk wel wie dat zou zijn. Die Joker, die wist ik wel. De pinguïn, dat was een grote verrassing. Ik zat op een gegeven moment op Sabine Koning. Was op zich niet een hele logische keuze, omdat je haar eigenlijk niet heel veel meer op tv ziet. Volgens mij woont ze inmiddels wel weer in Nederland, maar ze heeft jarenlang in LA gewoond. Maar ik kon geen andere naam bedenken. En uiteindelijk bleek het dus Lone van Roosendaal te zijn. Die had ik dus niet verwacht. Maar die tijger. De tijger heeft uiteindelijk gewonnen. En die zag ik dus echt niet aankomen. Op een gegeven moment, hij had een poosje terug, had hij een onderonsje met Ruben. Dus je begon heel erg in de richting van de lama's te denken. Je dacht aan een Tel Backhand, aan een Jeroen van Koningsbrugge. En Jeroen van Koningsbrugge, daar weet ik van, hij kan goed zingen. Van Tel weet ik het absoluut niet. Maar ik vond Jeroen dan weer niet het type om in zo'n pak te gaan. Ik denk, ik weet niet. Ik zie hem niet zo snel ja zeggen op dit programma. Hij nam elke keer een andere stem aan, deze tijger. Dus ik dacht op een gegeven moment aan Alex Klaassen. Ruben van der Meer viel voor mij sowieso al af. Want Ruben van der Meer is niet heel erg groot. En deze tijger was ook vrij slank. En Ruben van der Meer, die... hoe zeg ik het netjes, heeft gewoon een buikje. Hè? Dus daarom viel die voor mij al een beetje af. Op een gegeven moment werd er een naam genoemd, omdat hij dus ook een beetje van zo'n baritonstem aannam. Hoe heet dat ook weer? En Daniel Smit zingt ook zo. Opera. En toen viel de naam Henk Poort. Toen dacht ik, nee. Henk Poort is ook niet zo groot. Heeft ook wel een klein buikje. Voor mij viel die ook al af. Ja, toen kwam de onthulling. Was het Jeroen van der Boom? Ik dacht, hè?
Hoe dan? Ik zat echt zo van, nou, deze zag ik echt niet aankomen. Ik had niet verwacht dat hij zo grappig was. Ik wist natuurlijk wel dat hij kon imiteren. En Gerard Joling, die had het niet meer. Want ja, die zien elkaar natuurlijk heel veel vanwege de toppers. En hij had een heel mooi spel gespeeld. Hij had gewoon echt zo gezegd van, ja, dan zei Gerard, ik moet weer naar die Mask Singer. Joh, hoe lang duurt dat nog? En ja, wil jij niet eens een keer meedoen? Nee hoor, ik ga niet in zo'n pak, had hij gezegd. En dat zie ik helemaal niet zitten. En toen was hij dus gewoon. Dus elke keer als Gerard Joling wegging, dan bleef hij zitten. En dan wachtte hij gewoon een poosje voordat hij naar die studio ging. Oh, ik zag hem zo niet aankomen, maar het was wel een hele grote verrassing. Dus wel heel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Nog even Fortnite. Ging op zich, ja, redelijk. Toen ben ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost gaan schrijven. Toen ben ik de laatste aflevering van Emily in Paris gaan kijken. Vond ik zo jammer, want het was heel zo'n einde, weer zo verrassend einde. En dan moet je weer een keer wachten tot er weer een nieuw seizoen komt, als die er ook komt. Ik weet niet of het al aangekondigd is. En daarna had ik Sleepers. En dan zat ik nou gisteravond ook heel erg lekker in. En dan is het ineens alweer afgelopen, omdat het super spannend was. Dus wat dat betreft een prima avond. Ik ga nu oliebollenmix maken, want het is tijd om oliebollen te gaan bakken. Dus die moet natuurlijk even rijzen. Dan kan ik ondertussen even wat andere dingen doen. En dan kunnen we straks de oliebollen bakken. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Mijn bolletjes zijn klaar, dus we gaan zo gelijk maar eens even proeven, want ik heb er gelijk trek in. Dus even laten staan, maar ik wil nu wel even proeven hoe ze zijn. Zo, tijd om te proeven. Ik heb gelijk een grote. Lekker. Lekker. Even de kat weg met nog wat poedersuiker. Oh, ik zit helemaal onder. Fijn. Ik heb beter een bordje gepakt. Ja. Ze zijn helemaal goed gekeurd. Ik vind ze heerlijk. Zo, katjes zijn nu aan het eten. Ik heb het echt heel erg koud. Maar dat komt, ik heb natuurlijk de deur open gehad met het bakken van de oliebollen. Nou, die zijn me een beetje te lekker. Maar ja, het is maar één keer in het jaar. En ik had ook echt nog geen oliebol op. Ik zit wel helemaal onder de poedersuiker en weet ik veel wat. Maar ik ga straks wel gewoon douchen. Dan trek ik gewoon nog wel iets aan wat feestelijk is. Ook al ben ik gewoon alleen, maar meer voor het gevoel. Maar dan ben ik in ieder geval weer schoon.
Maar hij stinkt natuurlijk ook helemaal naar de oliebollenbakker. Dus dat is altijd wel eventjes een dingetje. Ik had trouwens nog mijn nagels een beetje feestelijk gemaakt. Ik kan wel even laten zien waarmee ik dat heb gedaan. Stelt niet heel veel voor. Ruzie met de deur. Jawel. Vaak een beetje hetzelfde. Zo, was lekker. Ik had gewoon een zwarte basislak gepakt. Deze is toevallig van Essence, de Shine Last & Go. Daar heb ik overheen. Deze heb ik ooit een keer in een trendeditie gekocht van Caviar Couch van Catrice. Deze fijne glitters eroverheen gedaan. Dat vond ik wel leuk. Maar ik zag dus dat hij op mijn pink al beschadigd was. Maar ja, boeien, weet je. Het is maar voor één dagje, want morgen gaat het toch weer wat anders op. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan eet ik dus vanavond gewoon eventjes heel basic een soepje. Wat ik vanavond ook nog wel wat dingetjes heb, zoals... ja, wat oliebollen en ik heb dan gewoon van die bakhapjes. Ik sluit ook nog niet af. Ik ga vanavond nog verder vloggen. Maar voor nu ga ik in ieder geval eventjes lekker relaxen. En zie ik jullie later eventjes terug. Want nu ga ik even een beetje warm worden. Verwarming hoeft op zich niet aan. Dus 1,5. Hij zal straks wel een tikje aangaan. Ik hoorde al wel trouwens dat in Rotterdam is het de vuurwerkshow al afgelast in verband met de wind. Dus ik ben benieuwd of er nog meer bij komt. Ik had even de top 2000 daar staan. Ik dacht, zijn we al een keer bij 1? Ja, niet. Dat is pas vanavond 12 uur of zo. Nou, het zal wel. Ik had trouwens even uitgerekend hoeveel boeken ik had gelezen dit jaar. En ik was een beetje teleurgesteld. Het waren er 73. Dus ik hoop eigenlijk, mijn doel dan is toch om volgend jaar dat toch te overtreffen. Ik vond 73 dan toch nog een beetje, ja, een beetje weinig. En ik had wel grappige oliebollen, want ik had zelfs een oliebol die leek een beetje op een kippenpootje. Ja, ik heb altijd hele bijzondere oliebollen vormen. Maar goed, het was prima. Ik ga jullie in ieder geval straks weer even zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Zo jongens, een paar uur later. Ik heb even lekker gerelaxed. Ik heb even lekker gedoucht. Ik heb dus even een ander jurkje aangetrokken. Gewoon voor het gevoel. Ik heb hier nog een handdoek. Die kan straks weg, die zat om mijn hoofd heen. Ik ben me helemaal kapot geschrokken straks. Ik heb het wel eens verteld. Mijn voordeur is overdekt. Er zit dus een overkapping. En daar heb ik dus ook allemaal dingetjes staan. En je bereikt mijn voordeur door middel van een trap. Nou hebben ze dus vuurwerk bij mijn voordeur neergeknald. En dat ging zo allemachtig hard af dat ik helemaal geschrokken ben. Het ruikt nu in de gang helemaal naar het vuurwerk. Het stond helemaal gewand van de rook. Ik heb nu de spulletjes die daar stonden, die heb ik eventjes binnengehaald. Omdat ik gewoon bang ben, omdat er een houten plateautje staat. Straks vliegt dat in de fik. Daar was ik heel bang voor. Dus ik heb alles nu even binnengehaald. En nou ben ik wel een beetje bang dat ze misschien vuurwerk in mijn brievenbus gooien. Die heb ik niet afgeplakt, maar ik had ook geen tape. Dat is wel even iets wat ik volgend jaar zou moeten doen. Maar ik vond dit echt, ik vond dit niet tof. Ik snap dat vuurwerk leuk is voor sommige mensen, maar ga het gewoon niet naar de huizen gooien of naar, weet ik veel wat. Ik ben echt heel erg geschrokken, dus nu zijn we van de lucht van de oliebollen af. Nu zitten we met die vuurwerkgeur. Dus ik ga zo even met de spuitbus even daar sprayen, even kijken en hoop dat het een beetje weggaat. Maar ja, het is dus ook gewoon die geur, dus ook onder mijn deur doorgekomen. Ik ga zo even een soepje eten, die heb ik nu opstaan, dus... ja, dat is het. En dan denk ik dat ik straks even een stukje van VI ga kijken en een stukje ga gamen. Want er is verder nog niet zo heel veel. Alles begint pas om 10 uur. Dus ik denk dat ik dat gewoon straks eventjes ga doen. Maar goed, dat was even de update voor nu. Ik zie jullie later. Thank you.
Het is inmiddels 2023, iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Ik zit aan mijn kinderchampagne. Hij is heel lekker. Ja, het jaar is voorbij jongens. En ik heb hier het vuurwerk om me heen. Het is best wel mooi moet ik zeggen. Ze hebben best wel mooi vuurwerk. Ik heb er al wat van laten zien. Ik vind het best wel mooi. Dus ja, wel leuk. Ja, we zijn alweer in het nieuwe jaar. Het is gewoon bizar. Ik heb vanavond de Maskzinger gekeken. Ik was heel slecht. Ik wist helemaal niemand. Maar wel lekker. Ja. Lekker oliebol gegeten, hapjes gegeten. Nu vind ik het ook wel weer mooi geweest met al dat gegeten. Want ik heb het gevoel dat ik gewoon sinds de kerst al aan dat je, of aan dat je gewoon de hele tijd al aan het eten bent. Ik ga nog even wat vuurwerk kijken. Dan ga ik nog even kijken of ik een nieuwe serie kan vinden. Ik heb nu niet geëdit, want normaal doe ik dat dus op zaterdag, maar dat heb ik dus nu niet gedaan. Omdat ja, nu toch een andere avond is. Ik ga straks sowieso ook nog even Sleepers kijken. En dan is het ook alweer straks tijd om richting het bed te gaan. Maar ik weet niet of ik echt kan slapen met dat vuurwerk, maar dat ga ik wel zien. Ik ga jullie in ieder geval, ja ik zou bijna zeggen morgen, maar het is natuurlijk eigenlijk al morgen. Ik ga jullie in ieder geval later weer zien, want ja, ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot later. Goedemiddag op deze zondag, het is 1 januari. Ik zit nu nog eventjes lekker op de bank. Ik ga zo meteen eventjes de boel die ik gisteren heb binnengehaald weer naar buiten zetten, want het hoeft nu niet meer binnen te staan. Ik verwacht nu niet echt meer extreem vuurwerk, want je hoort hier en daar nog wel een verdwaalde knal. Misschien dat je vanavond nog wat kleuren zult zien, maar het ergste is nu geweest. Muisje kwam gisteren op een gegeven moment, eigenlijk toen het weer wat rustiger was, ook weer onder de bank vandaan. Dat was ook wel fijn. Ik vind het toch altijd heel rot als ze zich zo voelt. Muis is ook de enige die onder de bank kruipt. De andere twee die vinden het ergens nog wel interessant, maar muis niet. Ik heb gisteren nog wel even een nieuwe serie uitgezocht. Ik zal even kijken hoe die ook weer heet. Het is weer een miniserie. Ik voel me altijd een beetje brak naar oud en nieuw. En het slaat helemaal nergens op, want ik heb verder niks gedaan. Ik bedoel geen qua drinken eigenlijk. Ik heb één drankje op en nou dat is het ook. Even kijken of ik hem kan vinden. Hij heet, ja, ik had wat series opgeslagen die me interessant leken. Nou zie ik hem dus niet. Ja, wat vervelend. Ik zal de naam wel even in beeld neerzetten, want ik zie het zo even 1, 2, 3 niet. Ik weet niet precies hoeveel afleveringen die heeft, maar het begin was op zich wel interessant. Nou, ik heb nog eventjes Sleepers gekeken en toen
ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen, die ook weer bijna uit is. Dus ja, ik ging trouwens gisteren het jaar uit. Dat is even leuk om te laten zien. Met deze aantal abonnees, de 731, daar verliet ik het jaar mee. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan weer volgend jaar zal zijn. Maar wel super leuk. Ik ga zo meteen eventjes, ook als ik de boel naar buiten heb gezet, even stofzuigen, de groenten afhalen. Ik moet eventjes het gehakt maken. En ja, eventjes de foto's maken, dat is het ook. Ik ga verder vandaag niet heel veel aanpakken. Ik heb gisteren nog eventjes de top 2000. Ik was zo benieuwd wie er op 1 stond. Nou, dat was zoals elke keer weer gewoon Queen met Bohemian Rhapsody. Maar dat was op zich wel leuk, dus ik wilde dat nog eventjes graag weten. Dus ja, ik las trouwens wel dat er een aantal agenten gewond zijn geraakt bij de jaarwisseling. Omdat ze de hulpverleners moesten helpen. Dus wat dat betreft denk ik dat er best wel wat gebeurd is. Nou, verbaas me dat ook niet met die wind. Ik hoorde ook al dat iemand overleden was bij het karbietschieten. Vrij jong persoon. Ja, ik denk ook, weet je, waarom wil je met dit... Als die wind zo erg is, dan ja, is het ook gewoon beter om niet te doen, weet je. Want dan is het eigenlijk gewoon een beetje een eigen risico om te gaan doen. Ik snap dan niet zo goed dat je dat soort dingen gewoon gaat doen. Ik vond met het vuurwerk best wel gevaarlijk. Ik dacht echt van, nou, hoe gaat het allemaal zijn? Maar goed, ik ga eventjes aan de gang. Ik zal straks even de foto's laten zien. En ja, dan... tijd om eventjes wat te gaan doen, want ik krijg stramme spieren van het stilzitten. Kijk even hoe lekker mijn nieuwe sloffen zitten. Had ik nog niet laten zien, maar ik vind het altijd leuk. Een soort laars effect, maar ze zitten zo lekker nu. Ze willen lekker strak zijn en zijn ook heerlijk warm, dus dat is echt wel heel erg fijn. Nou, ik heb even wat fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Nail Repair Nail Building Base Coat. Daar ben ik wel heel benieuwd naar van Catrice. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die gaat doen. Dan heb ik hier een glow primer met heel veel glittertjes erin. Ik ben wel benieuwd of dat echt heel interessant gaat worden, maar dat gaan we zien. En ik heb hier twee oogpotloodjes, een zilverkleurige van Essence. En ik heb hier ook een bruine kleur. Dus dat vind ik ook wel leuk, de Teddy. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat weer klaar. Dus... dat is dan weer even fijn. Zo, de katjes hebben hun eten ook weer lekker op. Op zich best een productief middagje. Ik heb de groenten afgehaald. Het gehakt heb ik gemaakt. Maar het hoefde niet gekruid te worden, want het was al gekruid. Ik was al heel erg aan het kijken van, zouden er nog kruiden bij moeten? Maar ik rook eraan. Het rook al best wel gekruid, dus ik heb het niet gedaan. En dan zie ik het wel. Ik heb boven wat opgeruimd. Foto's gemaakt. Gaat het, Mickey? De nagels zijn weer lakvrij, die ga ik vanavond even opnieuw lakken. En nou ja, gewoon de foto's gemaakt, dus dat was het ook. Wat is er vanavond op de planning? Ik ga straks in ieder geval lekker eten bestellen, dat doe ik altijd op nieuwjaarsdag. Want dat vind ik gewoon wel lekker, dan ja. Dat ga ik dan sowieso doen. Na het relaxen eerst even lekker douchen, dan eventjes eten bestellen en... Je hebt vanavond Beat Champions Vips. Ik wil eigenlijk ook nog eventjes Ik Hou van Holland terugkijken. Want dat was dus gisteravond. Maar ik heb de maskeringen gekeken. Vind ik nog wel leuk om even terug te zien. Ik wil de vlog nu voor het grootste gedeelte dus gaan editen. Want dat heb ik gisteravond niet gedaan. Ik wil eigenlijk nog even proberen of ik een spelletje kan gaan doen. Ik ga sowieso de Netflix serie verder kijken. En vanavond weer Dr. Tinus. Dus dat wordt het verder ook. En ik denk mijn boek uitlezen. Maar verder, geen wilde plannen. Gewoon lekker relaxen. Daar heb ik wel zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen. Ik ben het wel even zat. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 2 januari. Het is heel erg donker. Want het is weer een beetje een bewolkte dag. Ik ben klaargemaakt. En het is kriebeldag vandaag. Want echt letterlijk alles jeukt. Ik heb jeuk op mijn rug. Ik heb jeuk in mijn oor. Ik weet niet wat het is, maar alles kriebelt. Ik heb gisteravond eventjes Ik Hou van Holland teruggekeken. Dat vond ik nog wel eventjes leuk. Ik heb ook Beat the Champions Swips nog even gekeken. Sommige waren heel goed, maar ik kende ook niet iedereen. Het
Dat was wel jammer. Sommige waren ook minder goed. Maar ze kregen sowieso wel een bedrag voor het goede doel waar ze voor speelden. Dus dat was wel leuk. Ik heb nog even GTA gespeeld. Ging niet zo heel fijn. Eten was echt heerlijk. Ik had dus eten besteld. Nou, dat was gewoon super lekker. Ik had het gewoon fijn op nieuwjaarsdag. Dus dat was wel echt super lekker. Ik heb de vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dat was ook wel fijn. Ik dacht, ja, dat moet toch gebeuren. Anders moet ik dinsdagavond alles doen. Dat vind ik ook niet zo heel fijn. Ik vind het lekker om het in twee delen te doen. Dus dat ging goed. En daarna heb ik eventjes wat foto's bewerkt. Maar moeten nog even twee nieuwe gemaakt worden. Want, of drie zelfs, want daar was ik niet tevreden over. Dus dat moet nog wel even gebeuren. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En weer Dr. Tinus. Dus dat was verder wel leuk. Ik ben ook weer in een nieuw boek gestart. Dus dat was verder ook wel goed. Oh, ik zit de hele tijd krabben nu. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga zometeen eerst even een was aanzetten. Even de kattenbakken lekker doen. De gang en de douche weer even. De standaard dingetjes. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn groen. Ik ga even kijken of ik dit kan lezen. Oeh, het is wel heel donker. Dit is 0. Nee, dit is 83 Trust in Me. Lakje van Essence. Dus dat is deze. Ik vind hem wel leuk. Dus dat. Ik heb al wat dingetjes voor jullie gefilmd. Daar zal ik jullie even naar laten kijken. En dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Even muziek aan en eventjes wat doen. Want ja, het is weer even hard nodig. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Even een doekje gehaald over de kattenbakken. Het was natuurlijk nog beter. Ze zien in ieder geval weer beter uit dan dat ze waren. Het zou natuurlijk lekkerder zijn als je gewoon de mogelijkheid had om ze gewoon buiten af te spuiten. Maar dat heb ik niet. Dus nu even met een doekje gedaan en ze zien er in ieder geval weer wat schoner uit. Zo, ik ben helemaal klaar. De vriendjes van het goede leven zitten nog even de laatste brokjes op te smikkelen. Ik baal een beetje. De schimmelige douche komt er heel erg terug. Ik kan het jullie nu niet laten zien. Denk ik. Ik kan het even proberen, maar ik heb de douche denk ik nog een beetje nat. Weet ik wel zeker. Ik heb gedweld. Kijk, je moet echt boven in die hoeken kijken. Zie je dat het weer helemaal terugkomt. Dus ja, wat ik zeg, ik baal er heel erg van. Ik was juist zo trots toen ik het helemaal weg had. Dan kan ik het wel natuurlijk weer gaan insprayen, maar even kijken dat ik wel oude kleding aandoe. Want ja, als je toch een soort van bleek in. Als het op je kleding komt, dan heb je gewoon vlekken. Dat is wel eventjes jammer. Ik had het ergens ook wel weer verwacht. Het is natuurlijk al wel weer 2 jaar geleden dat ik het helemaal zo had. En dat blijft toch wel een terugkomend probleem. En ik volg echt op wat ze hebben gezegd toen bij de woningbouw. Van de afzuiging aanzetten. Niet de deur open laten staan om door te luchten. Hij moet echt gewoon, die afzuiging moet hem echt droog trekken. Ja. Helpt nog niet zoveel. Tenminste, dat komt weer terug in ieder geval. Maar fijn dat alles weer klaar is. Ik heb nu de zwarte was er nog in zitten. Die is nog niet klaar, maar die hang ik gewoon even op. Want de helft kan toch niet in de droger. En ja, ik ga niet voor één kledingstuk natuurlijk de droger aanzetten. Dus dat. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten.
Vanavond kijk ik Goede Tijden. Ik denk dat ik Nieuw Amsterdam even ga kijken. Want vanavond is er nog niks op televisie. En aankomende week word je echt helemaal bomvol gegooid met alle programma's die erop komen. Die ik dan ook wel weer leuk vind. Dus het wordt ook gewoon wat dingen opnemen. Maar goed, dat komt wel goed. Dus ik ga Nieuw Amsterdam kijken. Ik ga nog even Fortnite doen. Ik ga eventjes die laatste foto's nog maken en bewerken. En dan kan ik mijn blogpost online zetten. Dan ga ik de Netflix-serie kijken en daarna ook weer Dr. Tinus. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik heb trouwens nog iets heel grappigs meegemaakt. Zaterdagavond was het al. Mickey was naar de kattenbak geweest en die komt bij mij zitten. Dus ik zeg tegen haar, joh, je stinkt. Toen was Siri blijkbaar aangegaan en Siri zei zo, dat is niet aardig. Nou, ik kwam niet meer bij. Ik ging helemaal stuk. Maar ja, ik vond haar gewoon niet lekker ruiken op dat moment. Als je kat net van de bak komt en ze hebben hun behoeftes gedaan, nou, dan ruiken ze helemaal daarna. Het is gewoon niet fijn. Maar dat Siri die zich daar dan mee ging bemoeien, ik vond het wel grappig. Goed, ik ga nu relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 3 januari. Ik ben klaargemaakt en ik heb het koud. Ik zal dit even op de verwarming te kijken. Is ook niet zo gek, want het is hier maar 16,5 graden binnen. Ik heb gisteren de verwarming ook niet aangehad, want het was echt de afgelopen dagen gewoon 18 graden in huis. En nu is die best wel gezakt. Ik ben nu eigenlijk ook wel benieuwd wat de temperatuur buiten is. Daar heb ik de afgelopen dagen ook niet naar gekeken. Maar als die nou in één keer in huis zakt tot een lager getal, betekent wel dat de verwarming vandaag weer aan mag. Oh, gaat dit goed? Nee. Waarom wil ik niet zoals ik het wil? Het is 7 graden buiten. Dus er komt nog wel weer regen aan vandaag, zie ik. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken naar Nieuw Amsterdam. Ik vind het wel weer een heel goed seizoen. Wel jammer dat het, omdat ik weet dat het de laatste is. Ik vind het altijd wel een hele fijne serie. Dus ja, was wel weer spannend. Ik wilde daarna nog even Fortnite doen, maar dat was heel gek. Want je kreeg ineens allemaal, het was een heel ander spel leek het wel. Je kreeg 5 rondes en ik snapte niet wat je moest doen, want ik vond wel wapens. Maar ik hoefde geen mensen te verslaan. Je kreeg in één keer een storm. Nou ja, daar ging je dan uiteindelijk in dood. Want als je in de storm terechtkomt, dat overleef je niet. Ik snapte er helemaal niks van, dus het was een beetje gek. Ik had even de laatste foto's opnieuw gedaan en die heb ik bewerkt en toen heb ik mijn blogpost geschreven. Dat was weer met 2 persberichten aan de gang geweest. Toen ben ik de serie weer gaan kijken. Is wel heel goed, maar ik weet dus nog steeds niet hoeveel afleveringen die heeft. Dus dat is een beetje gek. Dat wil ik vanavond eens eventjes naar kijken of als ik daaraan denk. En daarna Dr. Tinus en dat was het ook. Dus verder prima. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen. Dan ga ik een video opnemen, want ja, dat moet ook gewoon weer gebeuren. Kan ik daarna eventjes nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu ook de planning. Dus niet heel bijzonder of zo. Ik heb nog even de was opgehangen. Ja, dat is altijd weer zo vervelend. Dan kom je achteraf kom je nog weer een zwart item tegen die er eigenlijk bij had gemoeten. Maar goed, dat komt dan wel weer de volgende keer. Ik heb nu dus niet de droger aangedaan, omdat er heel veel dingen bij zaten die er niet in konden. Toen had ik zoiets, nou, dat doe ik niet. Mijn moeder zei wel, ja, maar in jullie droger kan wel alles. Ik zeg, ja, maar als er echt op staat dat het niet in de droger mag, dan wil ik het ook niet doen. Want dan is het een beetje een eigen risico, want ja, ik weet niet wat er dan mee gebeurt. Dus ja, dat is voor nu de planning. Dus ik ga eerst even stofzuigen en de bak scheppen. Dan ga ik de video opnemen en dan neem ik jullie nog wel even mee met diamond painten. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Zo, katjes hebben net lekker hun zachte voer op.
Ik heb eventjes, ja, het ging eigenlijk allemaal best wel vlug. Het video opnemen ging wel lekker. Toen heb ik dat allemaal even opgeruimd. Want ik had alweer een nieuw product die in dat mandje kon. Die heb ik erin gestopt. Nou, toen ben ik begonnen met het diamond painten. En toen ik gefilmd heb, toen had ik zeg maar nog dat dunne pennetje. Maar ik heb later dus die pen gepakt die ik bij AliExpress had gekocht. En die is echt zo fijn. Ik merk bij die dunne pennetjes. Ik heb een kriebel in mijn neus. Ik heb het gevoel dat ik moet niezen, maar hij wil niet. Dat je zeg maar... ja, die dunne pennetjes die nemen niet echt lekker heel makkelijk de was op. Of de wax. En deze pen die is wat dikker. Ligt sowieso lekkerder in de hand. En die nam heel makkelijk het wax op. Waardoor ik heel makkelijk ook weer de steentjes erop kon krijgen. En dat miste ik wel bij die dunne, zeg maar. Dus je merkt echt wel dat het dan wel echt een verschil is. Dat die dunne dan echt wel heel goedkope pennetjes zijn. Deze heeft dan iets meer kwaliteit. Ook al was deze totaal niet duur. Ik vind hem in ieder geval super fijn. Ja, mocht je diamond painter zijn en je doet het al veel langer, heb je vast allemaal al hele goede pennetjes. Maar mocht je nog geen goed pennetje hebben, kan ik je zeker AliExpress aanraden om daar te kijken. Want ze kosten echt heel weinig en ik vind hem echt super fijn, maar dat is een hele persoonlijke voorkeur. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb toch de verwarming een tikkeltje aangedaan, want ik had het toch wel erg koud. Nou, dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond heb je goede tijden en het nieuwe seizoen van Married at First Sight begint. Dus ik ga wel weer kijken. Waarschijnlijk ga ik me ergens wel weer ergeren. En weet je wat het is? Dat trouwen vind ik nog niet eens zo interessant. Maar juist de samenleving daarna. Dat huwelijksreis, dat ze moeten gaan samenwonen. Dat vind ik veel interessanter dan dat trouwen. Want trouwen, daar heb ik niks mee. Maar de andere vind ik wel leuk. Dus dat ga ik kijken. Ik heb wel even wat dingen opgenomen. Nieuw Amsterdam. Je hebt vanavond ook weer Down the Road begint. Zeeman confronteert kon ik niet meer opnemen. Want dat overlapte in mijn kamer. Die ga ik dan gewoon terugkijken via Videoland. Dat is ook wel lekker. Dan heb ik geen reclame er tussendoor. Dus dat. Ik ga vanavond de vlog verder afmaken. Foto's bewerken. En dan lekker mijn Netflix serie eens even kijken. Ik zal eens even kijken hoeveel afleveringen er nog zijn. Dan laat ik dat wel even weten in de volgende vlog. Mocht je het interessant vinden. En dan ga ik Dr. Tienes kijken. Dus dat is het ook gewoon. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren door op dat rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!